Welkom allemaal bij de online voorlichting over de sportletsels van de enkel. Mijn naam is Marina van Ree, werkzaam sinds 2011 bij Anatomie. Ik zal eerst even kort iets vertellen over Anatomie. Eerst nog even een paar opmerkingen. Mocht u vragen hebben tijdens deze online sessie, dan kan dat. Dat kan via dat mailadres, maar u kunt ook in de YouTube chatbox een vraag achterlaten. Mijn collega zit hier naast mij en die vangt de vragen op. En dan kunnen we of tussendoor de vragen behandelen... of eventjes aan het einde van de presentatie. Anatomie. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 8 locaties. Er staan hier 7 bolletjes voor degenen die goed opletten. Maar in Amsterdam hebben we 2 vestigingen. En we zijn een team van 16 orthopedisch chirurgen... die allemaal gespecialiseerd zijn in 1 of 2 aandachtsgebieden. Mijn aandachtsgebied is enkel en voet. En daarnaast doe ik ook nog knie. Op alle vestigingen hebben we echo en röntgen. En op de grotere vestigingen Amersfoort, Almere, Amersfoort, Utrecht en Amstelveen hebben we ook een MRI-apparaat staan. Dus we hebben alle diagnostische mogelijkheden snel binnen ons bereik. Daarnaast hebben wij fysio's en case managers die ons helpen bij het doen van de polies, van de spreekuren. Dat doen we gezamenlijk, dat geeft een meerwaarde. En daarnaast hebben de fysio's ook hun eigen praktijkruimtes waar ze de patiënten behandelen en ook trainingsruimtes. Verder werken we samen met 2 pijnspecialisten die werken op de pijnpolie voor patiënten met chronische klachten, pijnklachten. En hebben we een sportarts op locatie Utrecht en locatie Amstelveen. Wat goed is om te weten voor patiënten die zouden worden doorgestuurd, alle zorg is verzekerd. Dus we hebben met alle verzekeraars contracten. Dit is het voet-enkelteam waar ik heel veel mee samenwerk. Nou ja, links mijn eigen foto. Daarnaast hebben we Wieneke Metsaars, Jasmin van Bentum en Laurie Koors. En hierbij spreken we eigenlijk alle patiënten die geopereerd worden. We spreken met elkaar en lastiger casuïstiek, zodat we ook gezamenlijk dingen kunnen oplossen. Zo ziet ons operatiecomplex eruit. We hebben in Utrecht en in Amstelveen een operatiecomplex. Met op beide locaties 2 vrije operatiekamers. Met bijbehorend verpleegafdeling. Nou, de fysiotrainingsruimtes zien er niet overal zo uit natuurlijk. Maar we hebben wel overal dezelfde apparatuur. En dit zijn eigenlijk alle filmpjes die wij nog hebben staan op onze website. En daar staan filmpjes van de artsen die hier werken. Maar er staan ook filmpjes bij voor patiënten. Bijvoorbeeld voorlichting over heupartrose of knieartrose of andere dingen. En dat is soms leuk om patiënten naartoe te verwijzen. Dan komen we bij de presentatie, de distorsie. Ik wil het eigenlijk niet zozeer hebben over de gewone distorsie van de enkel, de laterale enkelband, die eigenlijk wel weer overgaat, maar eigenlijk over de klachten die langer blijven bestaan of die net een beetje anders zijn. Een distorsie komt eigenlijk heel veel voor in Nederland. Incidentie van 8 tot 12 op de 1000 mensen per jaar. Als je dat even uitrekent, kom je toch over de 150.000 enkeldistorsies per jaar uit. Vaak bij wat jongere mensen, tussen de 15 en 24. Vaker bij vrouwen dan bij mannen. En van de patiënten die zich presenteren bij de huisarts wordt ongeveer 5% een fractuur gezien. Van de patiënten die zich presenteren op de eerste hulp wordt dat bij 20% gezien. Wat is belangrijk bij het beoordelen van iemand met een enkeldistorsie? Is eigenlijk in ieder geval de richting van de impact. Dat probeer ik toch altijd eventjes uit te vragen of we erachter kunnen komen wat er nou precies gebeurd is. Soms is dat moeilijk natuurlijk voor een patiënt om aan te geven. Gaat snel, maar als je toch een beetje probeert dat terug te halen en te vragen of ze bijvoorbeeld met een gezonde enkel dat even nog na kunnen doen, heb je toch in ieder geval een idee van de richting van de impact. Als we even met de klok meegaan, beginnen we linksboven. Dan zien we dat deze persoon een trap krijgt eigenlijk aan de binnenzijde van zijn enkel. Dus hij heeft een direct letsel aan de binnenzijde. En daarbij eigenlijk een verrekking zeg maar, aan de buitenzijde van zijn enkel. Rechtsboven struikelt iemand eigenlijk door een contact waarbij er een hyperplantair flexieletsel ontstaat. Linksonder en ook eigenlijk rechtsonder zien we dat iemand juist een impact heeft aan de laterale zijde van de enkel, waarbij je dus een oprekking hebt aan de binnenzijde van de enkel. Dat vertelt ons natuurlijk dadelijk iets over waar we de klachten kunnen verwachten en wat voor klachten we daar dan kunnen verwachten. Behalve de richting van de impact is natuurlijk leeftijd van de patiënt belangrijk.
Bij veel jonge patiënten zullen er andere letsels ontstaan dan bij de oudere patiënt. En bij de oudere patiënt is vaak ook een kleiner trauma nodig om toch bijvoorbeeld peesletsel op te lopen of iets dergelijks. Voor de rest is leefstijl natuurlijk belangrijk. Is iemand gezond? Heeft iemand onderliggend lijden? Gebruikt iemand bepaalde medicijnen als prednison? Rookt iemand? Is iemand op gewicht of heeft iemand overgewicht? Hoe belangrijk is die enkel in het kader van sport en werk? En is er echt een acuut trauma, of bijvoorbeeld een semi-acuut trauma, zoals ik het hier maar opschrijf? Oudere mensen kunnen een heel klein verzwikkingje hebben en toch al peesletsel oplopen. Nou, dit zijn een heleboel type letsels die we in deze presentatie zullen tegenkomen, behalve de bovenste. Ik ga het niet hebben over de acute fracturen, behalve sommige avulsiefracturen. Maar de echte fracturen die in principe op de eerste hulp worden gezien, die behandel ik hier niet. Het gaat dus echt om de verstuikingen waarbij mensen op de poli, bij de huisarts worden gezien of bij de fysio en die eigenlijk niet over willen gaan. Dus het enkelbandletsels, nou, dat kan lateraal, mediaal, syndesmose zullen we behandelen. Kraakbeenletsels komen kort aan de orde. Impingement, peespathologie, neuropraxie is iets wat ook veel voorkomt. CRPS en frozen ankle. Gaan we even naar de NAG-standaard, zoals die te vinden is. En die stelt eigenlijk een diagnose distorsie. Ze maken hier eigenlijk onderscheid tussen distorsie en een ruptuur. Of dat helemaal terecht is, weet ik niet. Maar goed, zo staat het hier nu helemaal. De simpele distorsie, graad 1 noem ik dat dan, die zijn eigenlijk alleen maar zwelling. En die kunnen eigenlijk gewoon nog lopen, gaat heel snel over. Als er meer pijnklachten zijn, dan met name die hematoomvorming. Dat kun je dus beoordelen na enkele dagen. Er staat ook dat je bij de wat forsere letsels de enkel moet herbeoordelen na 4 tot 7 dagen. Dan is er eigenlijk sprake van een graad 2 of een graad 3 letsel. En interessant is eigenlijk daarbij dat de forse schuifladentest wordt benoemd. Nou kan je die misschien bij een graad 1 nog wel testen, maar als iemand gewoon na 4 tot 7 dagen een dikke blauwe enkel heeft, denk ik niet dat die test heel betrouwbaar is, want iemand heeft gewoon veel pijn. Dus die test is moeilijk uit te voeren. We varen eigenlijk denk ik gewoon veel meer op de kliniek. Hè? Wat zien we? Zien we dat hematoom? Kan iemand het belasten, ja of nee? Doorverwijzing bij aanwijzingen voor een fractuur. Daar zijn zo de Ottawa rules voor. Zo nodig naar een traumachirurg. In Nederland doen de orthopeden soms traumadienst. Wij bij anatomie doen geen trauma's. Bij forse beperkingen, als het eigenlijk niet overgaat en als er onvoldoende effect is eigenlijk van de behandeling die ingezet is. Dus zo staat het daar, de enkelbandletsel, dus de Ottawa rules, om uit te sluiten of er een fractuur is. Het liefst een staande foto. Kijk, als je echt denkt aan een groot letsel, echt aan een duidelijke fractuur, dan is een staande foto natuurlijk niet te adviseren. Maar als dat niet zo is, een patiënt is in staat om te staan tijdens de foto, is dat wel een voordeel, omdat je de stabiliteit van de syndesmose dan toch betrouwbaarder kan beoordelen. Nou, de meeste mensen zullen een gewoon ATFL-letsel hebben, partiële scheur, en meestal kan je dat gewoon heel goed conservatief behandelen. Deze categorie zullen we dus eigenlijk niet behandelen, maar wanneer dan weer wel? Nou, bij aanhoudende klachten na 3 maanden, dat is toch een beetje gek. Er wordt vaak gedacht dat die enkeldistorsies 6 weken duren, kort. Maar bij heel veel letsels kan dat maanden tot zelfs wel een jaar duren. Dus dan is het altijd kijken van wanneer stuur ik iemand door? Nou, als de klachten aanhouden na 3 maanden, terwijl er toch eigenlijk wel een adequate behandeling eigenlijk is ingezet, of een abnormaal beloop dat je denkt, dat klopt niet, die enkel beweegt gek, of er is iets raars, dan is het goed om een patiënt door te verwijzen. Wij maken toch altijd weer een enkelfoto, om te kijken of we niet toch bijvoorbeeld verkalkingen zien. Verkalkingen kun je eigenlijk beter zien op een röntgenfoto vaak dan op een MRI. Ook gewoon bepaalde losse botjes kun je goed zien op een röntgenfoto. En het geeft ons heel snel een blik wat er met die enkel gebeurd is. Daarnaast maken we vaak een MRI. En dat is eigenlijk niet zozeer om die banden te kunnen bekijken. Want die banden krijgen we dan te horen dat ze verdikt zijn. Nou, dat kunnen we zelf ook wel bedenken. Maar het gaat eigenlijk meer om de bijkomende letsels. Als bijvoorbeeld kraakbeenletsels. En dat kun je met een MRI heel goed zien. Dus dan probeer je eigenlijk andere dingen mee aan te tonen of uit te sluiten. Bijkomende letsels aan de buitenzijde, het syndesmosisletsel, daar komen we pas later weer eventjes op terug. Peroneuspezen lopen er natuurlijk, waarbij scheuren kunnen ontstaan. Eigenlijk de chronische instabiliteit, de mensen die blijven zwikken of pijn blijven houden. Symptomatisch osperoneum en bepaalde fracturen die je soms wel mist op een röntgenfoto.
En stressfracturen, die neem ik in dit verhaal eigenlijk ook even niet mee. Omdat het eigenlijk niet trauma gerelateerd is, maar meer echt op basis van overbelasting. Hier zien we even nog een foto van een fractuur van de basis metatarsale 5. Helemaal links in beeld zien we eigenlijk de drie types. De stressfractuur die ik eerder heb genoemd, dat is eigenlijk een overbelastingsbreuk. De Jones-fractuur kan natuurlijk traumatisch opkomen. Dat zit precies op het gebied daar waar de doorbloeding in het bot eigenlijk het slechtste is. Dus het zijn lastige te genezen fracturen. Dus daar moeten we goed op letten. En wat we veel zien is natuurlijk de avulsiefractuur. De peroneus brevis hecht daar aan het bot. En die trekt eigenlijk door de inversietrauma trekt het eigenlijk een stukje van het bot af. Meestal genezen deze allemaal goed. Als ze echt verplaatst zijn, dan is een operatie wel aan te raden. Wat veel gemist wordt, is eigenlijk een fractuur van de calcanius en dan wel het anteriore processus van die calcanius. En die zit eigenlijk helemaal aan de laterale zijde, buitenzijde, ter hoogte van de sinus tarsi. Op de foto is dat vaak moeilijk te zien. Ook op deze foto is het vaag. Je ziet net iets onregelmatigheid daar in dat rode cirkeltje. En daar zit dan een breukje. In principe behandel je dit ook weer conservatief. Meestal geneest dat wel weer. Maar dat kan wel lang duren. Dus het kan in ieder geval een goede verklaring geven voor lang aanhoudende klachten. Als iemand uiteindelijk toch klachten blijft houden, geven we vaak een injectie om te kijken als je die zone eigenlijk even verdooft. Wat gebeurt er dan? Hebben mensen dan nog klachten? Zijn ze tijdelijk klachtenvrij? Dan heb je nog wel een reden voor operatie. Worden ze helemaal niet klachtenvrij na een injectie, dan biedt een operatie vaak, levert dat niet zulke goede resultaten op. Dan de verkalkingen in de banden. Dat zien we eigenlijk heel vaak, die calcificaties. De meeste calcificaties ontstaan eigenlijk gewoon door hematoomvorming in de banden. En dat zie je dus vaak later pas terugkomen op een foto. Dus een eerste foto na een trauma zul je eigenlijk niks zien. En pas later zie je dit soort calcificaties ontstaan. Die kapselen eigenlijk gewoon in de band en geven daar eigenlijk vaak geen klachten. Soms doen ze dat toch, omdat zo'n botje eigenlijk net tegen het gewricht aan zit, waarbij ze eigenlijk klachten van inklemming, dus impingement, geven. En zeker als je iemand toch een nieuw trauma krijgt, dat kan een kleine verzwikking zijn, een verstapping zijn, waardoor dat botje eigenlijk een beetje losser gaat zitten in die band en daardoor makkelijker eigenlijk tussen het gewricht kan komen te zitten. En dan krijg je impingementklachten. Als dat zo is, dan hebben ze eigenlijk gewoon heel duidelijk lokale drukpijn over die verkalking. Hebben ze toch een verhaal van een soort slotklachten, pseudoslotklachten. En deze patiënten kun je heel goed behandelen met een kijkoperatie, waarbij je gewoon scopisch dus de verkalkingen verwijdert. Dat kan zowel zijn van de laterale band, maar kan dus ook zijn van de mediale band. Op deze CT-opname zien we mediaal, net distaal van die mediale malleolus, zie je heel duidelijk meerdere verkalkingen zitten. De meeste aan de buitenzijde, die zul je kunnen laten zitten. Die zitten echt ingekapseld. Maar degene die het meest tegen de talus aanloopt, dat zijn degene die klachten geven. Dan het inversieletsel eigenlijk. Wat goed is om te weten, is dat toch heel veel mensen restklachten houden na zo'n inversieletsel. Wat ik al eerder zei, het is echt niet na 6 weken over. Dat geldt echt alleen misschien voor de graad 1 distorsies. Maar alle andere distorsies hebben gewoon echt een lang herstel nodig. 10-30% houdt chronische klachten, instabiliteit. En instabiliteit kan zich uiten soms als pijn. En sommige mensen geven ook echt aan dat ze telkens weer zwikken. Maar dat hoeft niet. Soms is het gewoon net wat meer speling, waardoor er een irritatie blijft zitten aan die buitenkant. Waardoor het weefsel daar verdikt blijft en mensen pijn blijven houden. En 70% van de mensen heeft een recidief. Dat is natuurlijk een hoog getal, maar als je iedereen wel eens vraagt. Veel mensen hebben wel eens een keer een enkel distorsie gehad. En na jaren kan er toch nog wel eens een keer een recidief optreden. Als we een inversieletsel hebben, dan rekken we natuurlijk de buitenzijde op, de banden. Maar aan de binnenkant krijgen we natuurlijk een compressie. Dus het impingement aan de mediale zijde van de enkel is heel erg hoog. Daarbij zien we vaak kraakbeenletsels. Bij de mildere distorsies zien we dat natuurlijk niet. Bij mensen die langduriger klachten hebben, dat is dan ook logisch, die hebben dus kennelijk ernstiger letsel opgelopen en dan duurt het herstel ook langer. Daar zie je dus vaker toch kraakbeenletsels dan aan de mediale zijde. Nou, het onderste plaatje zien we duidelijk een MRI-scan met dat cirkeltje waar we dus inderdaad een afwijking zien aan het bot van de talus aan de mediale zijde.
De WKD-de verkalkingen kun je dus zien mediaal en lateraal. En soms hebben mensen gewoon een chronisch synovitis beeld. En dat kan bijvoorbeeld ook passen bij littekenweefsel, littekenstrengen. En als we het middelste plaatje even bekijken, dan zie je een plaatje van een kijkoperatie waarbij je eigenlijk aan de voorzijde en helemaal overdwars een littekenstreng ziet. Dus op het plaatje lijkt het eigenlijk niet veel voor te stellen. Het is maar een paar millimeter dik, maar toch kunnen dit hele stugge bandjes zijn, waardoor de bewegelijkheid van de enkel wordt beperkt en dus chronisch klachten kan geven. Dit kun je scopisch natuurlijk heel goed verwijderen. En andere dingen zijn losse stukjes bot. Nou, het bovenste plaatje laat een heel prachtig mooi los stukje bot zien. Zo groot zien we ze natuurlijk vaak niet. Maar soms zijn ze heel klein. Soms zijn het de stukjes die uit de band losraken. En soms ontstaan er gewoon spontaan kleine losse stukjes die eigenlijk als een loose body door de enkel zweven en slotklachten geven. En ook die zijn goed scopisch te verwijderen. Er is een vraag. Dat bij recidiverende inversieletsels er dus veelal een blijvende zwelling aanwezig is. Toch accepteren de patiënten vaak die relatieve klachten bij de sportbeoefening. De vraag is echter, wordt de nevenschade bij zo'n inversieklacht op het kraakbeenniveau onderschat? En wat zijn uw criteria om iemand na zo'n enkel letsel te zien ter verbetering van het reguliere zorgtraject? Dus is daar kraakbeenschade... Als je dan toch doorsport, ondanks die zwelling of schade. De vraag is eigenlijk als er een inversietrauma is met blijvende zwelling, of iemand dan door kan sporten, terwijl er mogelijk toch sprake kan zijn van kraakbeenletsel, als ik de vraag zo even goed samenvat. Hangt er vanaf waar de zwelling zit. Zit de zwelling echt door het hele gewricht, dan heb je natuurlijk echt een intraarticulair probleem. Dan moet je natuurlijk meer op je hoede zijn. Als die zwelling lateraal blijft zitten ter hoogte van de enkelband, zou ik me daar niet zo'n zorgen over maken. De kraakbeenletsels die klachten geven, die geven dan ook echt klachten op de plek waar het letsel zit. Dus dat die geven dan pijnklachten aan de mediale zijde. Niet alle kraakbeenletsels hoeven geopereerd te worden. Ook met goede stabiliteitstrainingen kunnen mensen daar best goed mee functioneren. Maar het is wel iets om in de gaten te houden. Ik hoop dat zo de vraag goed voor beantwoord is. Nog anderen op dit moment? Nee? Gaan we door. Chronisch laterale instabiliteit. Wat belangrijk is natuurlijk even te realiseren dat we natuurlijk actieve stabilisatoren hebben, de spieren. En dat we de passieve stabilisatoren hebben, dus het bot en de banden. En dat die natuurlijk met elkaar in balans moeten zijn. Op het moment dat de band stuk is, dan moet eigenlijk een pees bijvoorbeeld harder werken. Als die band behoorlijk beschadigd is, dan kan dat klachten geven later voor de pees bijvoorbeeld zelf. Maar het kan ook zijn dat er onderliggend lijden al is. Bijvoorbeeld dat als iemand een standsafwijking heeft van zijn voet, in dit geval een holvoet, een pes cavus, dan staat er altijd al meer rek, druk op die buitenzijde van die enkel. En dan is het voor een enkelband ook veel moeilijker om goed te kunnen genezen. Dus die mensen zullen vaker langklachten houden en vaker chronische klachten houden. Dus dat is iets om goed te onderzoeken. Wat verder belangrijk is om te kijken is, hoe is het met die peroneus? Was er peroneuspees? Was er niet van tevoren al sprake van letsel aan die peroneuspees? Dat kan dat mensen al eerder klachten hadden. En als die peroneuspees onvoldoende van tevoren al werkte, dan heb je dus ook weer meer kans A om je enkelband te scheuren, maar B is het herstel ook lastiger. Ander letsel kan ook nog optreden aan het onderste spronggewricht. Dus dat is ook iets wat je niet moet onderschatten en moet onderzoeken. Soms zit er toch gewoon irritatie. Je hebt ook een CFL-ligament van de fibula naar de calcaneus. Die zien we iets minder vaak scheuren. Hè. Meestal is het in eerste instantie de ATFL en in tweede instantie CFL. En als het nog verder scheurt, dan zie je ook de posteriore ligamenten die doorscheuren. Maar dit moet wel goed getest worden middels de talar tilt. En meegenomen worden in de overweging om er iets aan te doen. De standaard behandeling betaalt natuurlijk nog steeds gewoon het optrainen, brace, om in ieder geval te zorgen dat je langdurig niet die enkel opnieuw verzwikt. Elke keer weer een nieuw trauma aan die enkel maakt dat het herstel gewoon langer duurt en minder goed zal zijn. Proprioceptische training is natuurlijk heel belangrijk daarin. Als mensen dan toch klachten houden, dan kan het of zijn dat ze echt elke keer omzwikken, maar het kan dus ook zijn dat ze gewoon zwelling en pijn houden aan die buitenzijde, omdat er toch op hele kleine, wat meer gewoon mobiliteit is in het gewricht, zonder dat ze er echt bij omzwikken.
Als mensen een brace dragen en duidelijk daar pijnverlichting bij geven, dus je biedt eigenlijk stabiliteit aan middels een brace, dan is de prognose van een operatie is dan goed. Wat ik ook altijd even probeer te vragen is of mensen zeggen, ja, ik heb een instabiel gevoel. Wat houdt dat dan in? Is dat dan pijn? Sommige pijn, als iemand pijn heeft aan een kraakbeenletsel en af en toe een soort doorzakgevoel heeft, dan hoeven ze niet om te zwikken, maar kunnen ze dat toch ervaren als een instabiliteit. Dus ook dat moeten we proberen te achterhalen eigenlijk. Dus bij zowel anamnese als lichamelijk onderzoek. Als we chronisch enkelbandletsel hebben, willen we dat uiteindelijk toch operatief behandelen. En wanneer doen we dat dan? Als er klachten zijn langer dan 6 maanden, waarbij er natuurlijk adequaat behandeld is. Hè? Middels brace, goede training, goede balanstraining, training van de peroneespees, etc. Bij gebruik van brace, waarbij er duidelijk een pijnvermindering is, zijn de resultaten beter. En wat doen we dan eigenlijk? Eigenlijk is het mooiste als je gewoon de enkelband zelf weer anatomisch kan herstellen. Dus de enkelband is uitgerekt en de enkelband die reven gewoon. Dus die neem je door en daarna trek je hem een beetje strakker, hecht je hem eigenlijk weer vast. Een anatomische reconstructie en het retinaculum wat normaal gesproken over de peroneespezen en de laterale band loopt, die trekken we dan ook een beetje omhoog voor nog wat extra stevigheid. Daarbij moeten we natuurlijk goed kijken van, is er nog iets met de peroneespezen? Moeten we daar ook nog iets aan doen? Is er een scheur? Kunnen we die hechten? Moeten we de peroneespezen eventueel verstevigen met een andere pees? En moeten we eventuele holvoet, moet je die ook nog behandelen? Ja, dat kan zijn dat je een osteotomie moet uitvoeren van of de calcaneus of bijvoorbeeld van metatarsale 1. Bijkomend kraakbeenletsel moeten we niet vergeten. Als mensen echt chronisch letsel hebben en er heel weinig van het bandletsel over is, dus dat heel zacht weefsel is, waarbij je denkt als ik dit ga reven, dan is dat zo weer uitgerekt. Of waarbij het zelfs als je hechting er doorheen haalt, het al bijna uitscheurt. Dan zetten we daar een internal brace in en dat is eigenlijk een soort spanbandje. Het spanbandje zit je precies op die plek. Het spanbandje kan alleen niet meegeven. Het voordeel is van een enkelband, die kun je gewoon strak optrekken. En als het een beetje te strak is, dan zal dat met de tijd ook wel weer een beetje soepeler worden. Die internal brace, die zet je erin en die is zoals die is. Dus als hij te los staat, dan is hij te los. Als hij te strak staat, wordt hij ook niet meer losser. En het is natuurlijk geen eigen materiaal. En sommige mensen kunnen daar ook een beetje op reageren. Dus dat doen we eigenlijk alleen maar als het weefsel slecht is. En het liefst niet bij jonge patiënten. Gaan we naar de binnenkant van de enkel, mediaal. Eventjes de anatomie nog eventjes herhalen. We zien hier een prachtig mooi plaatje eigenlijk van de enkelband, maar dan het diepere gedeelte. Dus dat loopt van de tibia naar de talus. En dan zien we hier nog het oppervlakkige gedeelte van die enkelband. En die zien we dan hier weer mooi schematisch weergegeven. Dus het is een heel stevig construct, die mediale band. En samen met het springligament, dat loopt hier van de calcaneus naar het naviculare. Dat is eigenlijk een soort springmatje waar de talusneus eigenlijk op veert. En samen met de pezen die dan ook nog aan de binnenzijde lopen. In dit geval, dit is de tibialis posterior, maar ook de flexor hallucis longus en de flexor digitorum longus. Zorgen zij hier voor stabiliteit aan de mediale zijde. De calcaneus is natuurlijk de steunpilaar, het benige gedeelte. Maar soms staat dat een beetje te ver naar buiten. En dan moeten we het echt heel erg van de pezen en de banden hebben. Even de volgende. Pijnklachten aan de binnenzijde van de enkel. Nou, die verkalkingen hebben we besproken. Die kunnen impingement geven. Dat heb je dus bij geïsoleerd letsel. Mediaal bandletsel gebeurt natuurlijk bij een inversietrauma. Als het wat forser is, dan kan er bijvoorbeeld ook een syndesmoseletsel of een fractuur optreden. Dat zullen we dadelijk zien. Chronische instabiliteit van die mediale band, dat kan, maar gebeurt maar heel weinig, omdat het een hele grote, stevige band is, in tegenstelling tot de laterale band. Dat is eigenlijk maar een heel klein dingetje. Waar we goed naar moeten kijken is dat zeker op oudere leeftijd, dat mensen geleidelijk aan een toenemende platvoet krijgen. Dus op het moment dat de stabilisatie aan de mediale zijde vermindert door bandletsel, door peesletsel, dan gaat die voet steeds meer naar binnen zakken. Met als gevolg eigenlijk dat er steeds meer rek komt, juist op die structuren, op die pees en op die banden. En dat rekt dan steeds verder uit of scheurt zelfs. En een ruptuur van de tibialis posterior gebeurt bij jonge gezonde mensen niet zo snel. Maar bij ouderen hoeft er eigenlijk helemaal niet zoveel te gebeuren. Zeker als ze al een beetje een platvoet hebben, een
pesplano volgens aan het ontwikkelen zijn, dan kan soms een kleine verzwikking al leiden tot een ruptuur van die tibialis posterior. En daarmee is er weer een stabilisator aan de mediale zijde weg, waardoor die voet vaak snel slechter wordt. Symptomatisch osteotibiale externum zullen we zo nog zien. Geïsoleerd springletsel kan ook. Dat zien we bij de jonge sporters die bijvoorbeeld een trap ertegen aankrijgen. Een direct letsel waarbij de voet bijvoorbeeld in abductie wordt geduwd. En er echt rek komt op het springligament. Bij oudere mensen zien we ook vaker letsels van het springligament. Maar dat is meer degeneratief van aard. En je kan natuurlijk ook een combinatie hebben van deze factoren. Nou, hier zien we eigenlijk wat er gebeurt bij het mediale bandletsel. We hebben dus eigenlijk een E-versie letsel en vaak zit er dan ook nog een rotatiecomponent bij van de voet en van de tibia. Bij hardlopers zie je het regelmatig optreden, waarbij ze eigenlijk landen op oneffen grond, net even een kuiltje niet gezien. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je verkeerd landt na een sprong bij de springsporten. Bij rugby wordt het vaak gezien omdat ze zich ook op die manier afzetten en vaak dan ook nog eens een contactletsel hebben. Waarbij iemand dus bijvoorbeeld tegen hun knie aanvalt. Dat zullen we dadelijk op een plaatje eigenlijk zien, want vaak kunnen daar syndesmoseletsels bij optreden. Van alle bandletsels komt dit ongeveer 5% voor. Het overgrote deel is natuurlijk heeft een inversieletsel, maar een klein gedeelte heeft een eversieletsel. Als er echt alleen bandletsel is, is het overgrote deel goed conservatief te behandelen. Maar zelden is het nodig om echt de mediale band weer te herstellen. Daar komt een vraag. Er is een vraag of het klopt dat het sensorisch vermogen van de bandstructuren na meermaals verrekken of inscheuren van de pees steeds verder achteruit gaat en zichzelf ook zeer slecht herstelt. Klopt dat? De vraag is of het sensorisch vermogen van de band verslechtert als de band vaker wordt verzwikt. Ja, de band zelf wordt, ik denk dat dat wel zou kunnen kloppen. En wat er natuurlijk is dat de vezelstructuur telkens eigenlijk weer verder verlittekent. Dus die hele, de functie van die band verzwakt gewoon. Maar ik denk dat ook die, net als bij een kruisband bijvoorbeeld, de neurocellen die daarin zitten zeker ook wel een rol kunnen spelen, ja. Ligamentum deltoidium hebben we natuurlijk al een beetje gehad. Die geïsoleerd bandletsel kan, dat zien we ook wel regelmatig als mensen bijvoorbeeld een keer een MRI krijgen. Dan komen ze voor een inversieletsel en dan zien ze dat ze ook wel toch ook die binnenband wel hebben beschadigd. Als dit een fors trauma is, fors E-versie supinatietrauma, dan zie je eigenlijk heel veel fracturen optreden. Ja, dus dan wordt het eigenlijk als fractuur behandeld, waarbij die binnenband, als het in gips wordt gezet, bijvoorbeeld toch ook weer mee wordt genomen in de genezing. Nou, de platvoet hebben we net al eventjes besproken. Dus de progressieve platvoet, waarbij er eigenlijk een combinatie is van binnenbandletsel, letsel van de tibialis posterior, springligament. En het geïsoleerde springligament hebben we ook net besproken. Behalve die binnenband kan dat die instabiliteit geeft, wat niet vaak voorkomt als er letsel is geweest, kan het wel vaak aanleiding geven tot impingement. Het weefsel kan gewoon verdikt zijn, waardoor het tegen de binnenkant van de enkel aandrukt. En dat kun je eigenlijk gewoon heel mooi met een kijkoperatie weer een beetje glad shaven. En dat kan heel goed helpen. De avulsieletsels aan de achterzijde. Ja, dat kan ook nog optreden dat de band aan de achterzijde een beetje afscheurt, waardoor er chronische klachten zijn. Dat zou je dan weer kunnen oplossen met een kijkoperatie aan de posteriore zijde als het aanhoudend klachten blijft geven. En als er echt instabiliteit is van die band, dan kun je een bandreconstructie zien. En daarvan hier zien we hier eigenlijk een voorbeeld waarbij je zowel het diepere gedeelte van de band probeert te herstellen als het oppervlakkige gedeelte. Nou, dit plaatje is het eigenlijk schematisch weergegeven met een peesreconstructie. Die blauwe touwtjes, dat zijn eigenlijk hele sterke hechtingen, heel sterk hechtdraad, wat niet oplosbaar is. Als het enkelbandletsel, als de enkelband zelf nog redelijk aanwezig is, kan je ook alleen de enkelband hechten direct met gebruikmaking van zo'n touwtje. Zodat het wel stevig genoeg blijft en niet meteen weer doorscheurt. Als het forser is het raadzaam om een pees te nemen. Bijvoorbeeld de gracilis pees uit de knie. Die je dan zowel fixeert hier in de fibula, in de tibia mediaal, in de talus en in de calcaneus.
Bij de platvoetreconstructie, de pees hecht het tibialis posterior, lukt meestal niet goed. Bovendien, als je dat zou willen hechten, dan is de kans van slagen niet goed. Dus je moet het eigenlijk combineren met het reconstrueren van die platvoet. Dus er moet een calcaneus osteotomie bij worden gedaan. Dus dan krijg je best wel grote operaties. En om de pees zelf of te kunnen verstevigen of gewoon te kunnen vervangen, gebruiken we eigenlijk de FDL, de flexor digitorum longus, die er vlakbij loopt. En die we dan eigenlijk opofferen en vastzetten aan het naviculare om vervolgens weer een sterk geheel te krijgen. Die FDL die kunnen we eigenlijk best wel missen. Die heeft connecties met de flexor hallucis longus, zodat op het moment dat je de flexor hallucis longus aanspant, je toch ook weer beweging ziet van de tenen. Dan het syndesmosisletsel, waarbij je dus eigenlijk een pijnklachten krijgt aan de anterolaterale zijde van de enkel. Het is eigenlijk een eversie letsel waarbij het tibia naar binnen draait en de talus eigenlijk naar buiten draait. Ze zeggen het lijkt eigenlijk een beetje op het mechanisme van een voorste kruisband. Die voorvoet of de voet die staat eigenlijk gefixeerd op de grond, dus die geeft niet mee. Het onderbeen draait verder naar binnen toe. Nou, dat is heel vergelijkbaar met kruisbandletsels. Heel vaak zien we hier dus niet alleen een bandletsel, maar dat er echt een fractuur optreedt. En kun je dus ook een fractuur van de proximale tibia oplopen. Nou, als er geen fractuur is, hoe herken je dit letsel dan? Dan kijken we naar zwelling, pijn. Je kan een squeeze test doen waarbij je de tibia en de fibula even samenknijpt. Zo'n 6, 7 centimeter boven de enkel. En kijken of dat ter hoogte van de syndesmose dan pijn geeft. Je kan kijken of je de fibula kan transleren, of er meer ruimte zit. Nou, dat is denk ik best een lastige test. En of je de talus meer ruimte heeft in in zijn verloop. Nou, dat zijn best lastige dingen. Wat moeten we daarmee doen? We maken in principe een belaste röntgenfoto. Die zullen we zo bekijken. En dan het liefst een mortise view, zodat je echt tussen de tibia en de fibula door kan kijken. En vaak een MRI of een CT. Nou, hier is eigenlijk een foto van de röntgenfoto te zien, waarbij we links en in het midden eigenlijk een normale verhoudingen zien van die syndesmose. De clear space kleiner dan 5 mm. En op het abnormale plaatje zien we dat die afstand vergroot is. Maak je nu een gewone AP-röntgenopname, dan projecteert de fibula achter de tibia en kun je dus niet door die syndesmose heen kijken en kun je dus niet goed beoordelen. De mensen die wij zien over het algemeen hebben vaak al enkele weken tot maanden klachten. En daar maken we dus vaak een MRI. Je zou ook een CT kunnen maken. Hier op het linkerplaatje zie je dan een CT met bovenin eigenlijk een normaal beeld. En onder duidelijk een verwijde ruimte tussen de fibula en tibia. Met aan de anteriore zijde ook een avulsiefragment van de tibia. Nou, hier is natuurlijk meer aan de hand. Er is natuurlijk nog een heel stuk gebroken. Maar je ziet in ieder geval wel een beetje hoe je die syndesmose goed kan beoordelen. Wij zien natuurlijk vaker de MRI. Waarbij je eigenlijk de hoogte van de gele pijl bovenste plaatje ziet dat daar eigenlijk geen continuïteit is. Hè. Er hoort eigenlijk een mooi zwart bandje te lopen. Op het meest rechterplaatje zie je eigenlijk dat die band heel erg mooi is. Dus een normaal beeld. Nou, hier zien we dan nog een keer in gradaties. Een normaal beeld bij plaatje A, waar de gele pijl bij staat, is een normale syndesmose. B is die duidelijk verdikt en C ook. Nou, C vinden ze dan is nog net iets erger, ietsje witter denk ik. Maar wat je eigenlijk nog wel ziet is dat die fibula netjes op de goede hoogte staat ten opzichte van de tibia. En dat de achterzijde, die zien we hier, dat die intact blijft. Als die ook door is, dan heb je echt een instabiel geheel. En dan zie je ook dat die fibula meer kan schuiven. En dat leidt tot artrose. En de artrose met name van het enkelgewricht. Als die niet wijd is, die syndesmose, dan zeggen we, nou, kan conservatief behandeld worden. Het geeft wel een aanleiding tot een langer herstel. Hè. Dus het is niet gek als mensen langdurig daar last van blijven houden. Heel soms, als die toch stabiel is, maar mensen houden klachten over de enkel, dan kan het zijn dat die band daar gewoon verdikt is door trauma, wat verlittekend is. En dan kan je ook met een kijkoperatie dat verdikte gedeelte weghalen, zodat er toch weer wat meer ruimte is. Is er wel een wijde enkelvork, dan zul je toch die syndesmose moeten herstellen. Dat is heel belangrijk. Doe je dat niet, blijft die syndesmose verwijd, dan krijg je versneld artrose in de enkel.
Plaatje hier is waarbij we een repair zien met een tightrope. En dat is wel interessant, want er zit weer zo'n spanbandje eigenlijk in. Zo'n onoplosbare hechting. En die hangt vast aan twee hele kleine buttons. En die buttons kun je goed aantrekken. En er zit een soort knoopmechanisme in. Dus het hele traject ertussen zie je niet. Je kan het natuurlijk ook met een schroef doen. Schroeven breken soms wel weer als je er weer mee gaat lopen. En het voordeel is van dat touwtje, stel dat dat breekt, dat dat eigenlijk ook niet erg is. Is er nou chronisch letsel en waarbij die syndesmose verwijt is, ja, dan zit er vaak veel littekenweefsel in. Dan kun je hem niet zomaar weer naar elkaar toe brengen. En dan zul je toch eerst het bindweefsel eruit moeten halen. Om die ruimte weer goed te kunnen herstellen en te kunnen fixeren. Ja, waarnaar zou je dat door moeten sturen? Ja, de meeste syndesmoseletsels gaan uiteindelijk wel weer over. Zijn vaak stabiel, hè, bij de mensen die wij zien. Want als ze echt instabiel zijn, dan vang je ze meestal wel eerder en komen ze eerder in het ziekenhuis terecht. Als iemand heel specifiek pijn heeft over die voorzijde en daardoor de enkel eigenlijk niet lekker, de talus eigenlijk niet lekker glijdt, is het soms wel iets om door te sturen. Op een MRI kunnen we zien van er is syndesmoseletsel. Nou goed, het zal langer duren. Maar als dat echt lang aanhoudt, kun je toch een scopie overwegen. Waarbij je zowel de syndesmose een beetje kan testen, als eventuele verdikking aan die syndesmose kan verwijderen. Zodat er toch weer meer ruimte ontstaat voor die talus om te glijden. Het herstel is dus, nou ja, dat staat hier ook, twee, drie keer langer dan een normale enkeldistorsie. Dus dat is ook goed voor de patiënten om te weten waar ze aan toe zijn. Doe je niks, dan kan het leiden tot chronische pijn en artrose. Maar dat geldt dus voor de instabiele syndesmoses. Peesletsel, nou, is heel afhankelijk van leeftijd. Het kan natuurlijk op alle leeftijden voorkomen, maar we zien dit natuurlijk heel veel voorkomen bij de mensen boven de 50 die een enkeldistorsie hebben. Kan in principe conservatief. Belangrijk is om hier weer goed te kijken naar de stand van de voet. Is er een pes plano volgens, hebben we een platvoet. Dan moeten we, zijn er klachten aan de mediale zijde, dan is dat ongunstig. En hetzelfde geldt voor de laterale zijde. Zijn er toch klachten, dan zijn hechten, het schoonmaken van de pees. Of als de pees eigenlijk helemaal weg is en niet meer functioneel is, dan kun je soms overwegen om een andere pees daarvoor in de plaats te zetten. Dit is even een plaatje van een peroneespees letsel. Je hebt de split tears, hij kan volledig afscheuren. We hebben natuurlijk de peronees longus, waarbij we zien dat hij een hele lange pees heeft. En de peronees, waarbij de spierbuik eigenlijk tot bijna vlak achter de fibula loopt. Hij kan luxeren, dat is niet wat niet veel voorkomt, maar wel vaak, als het gebeurt, eigenlijk een gemist letsel is. Op deze plaatjes kun je eigenlijk zien wat de normale anatomie is. Hier hebben we de fibula met een beetje een concave retromalleolaire groeven, zoals we die noemen. Dit is het retinaculum met eigenlijk een soort fibrocartilaginaire rim. En hier zien we beide pezen goed lopen. Hier zitten ze netjes in het gootje. En hier zie je eigenlijk al dat ze er langs schieten. Je ziet dus eigenlijk dat het retinaculum wat hier loopt los is gescheurd van de fibula. Waarbij die pezen dus daarnaast komen te liggen. Dit treedt op bij een EVRS in een dorsoflexietrauma. In ieder geval dorsoflexie. EVRS zou in theorie ook bij inversie kunnen komen. Conservatief, als je dat heel acuut door hebt, zou je dat conservatief kunnen behandelen. Waarbij je hoopt dat het retinaculum zich weer vasthecht aan het bot. Als dat niet zo is, dan ben ik eigenlijk heel laagdrempelig om dat retinaculum te herstellen. En waarbij we dan even heel goed kijken naar de vorm van die retromalleolaire groeven. Bij het overgrote deel van de mensen is die concaaf, maar bij een deel van de mensen is die eigenlijk gewoon vlak of zelfs een beetje bol. Waardoor de neiging dat die pezen er achter blijven liggen eigenlijk kleiner is. Dit kun je dus goed behandelen eigenlijk door het gootje hier een beetje te verdiepen, zodat ze er beter in liggen en dan bovendien het retinaculum weer goed vast te hechten aan de fibula. Ruptuur zien we vaak bij oudere mensen. Dat laat ik zo nog even een plaatje van zien. Tendinose uiteraard ook. Is allemaal conservatief te behandelen. Tenzij iemand langdurig klachten heeft, dan kan je dat als overwegen om toch te gaan kijken. Soms, als we een MRI maken, zien we niet altijd alle rupturen die er toch wel eens peroperatief wel blijken te zijn. Dus bij aanhoudende klachten is het toch soms zinvol. Injecties doe ik liever niet
Het kan soms natuurlijk wel goed helpen, maar je moet altijd bedenken dat met een corticosteroïde-injectie je de pees verzwakt. En zeker als er al een tendinose is of een aanwezige ruptuur, dan kun je de aandoening eigenlijk verslechteren. Impingement is ook iets wat niet veel voorkomt, maar wel interessant is om in het achterhoofd te houden. Die spierbuik die we hier zien van de peroneus brevis, die moet hier natuurlijk achterlangs glijden. Op het moment dat hij een vrij lage spierbuik heeft, dat kan een beetje variëren, kan dat sowieso al moeilijker gaan. Als er een trauma is en er een soort hypertrofie optreedt, krijg je eigenlijk een soort impingement van die spierbuik langs dat retinaculum wat hier zit. En dat geeft pijnklachten. En daarnaast kan een pees natuurlijk ook gewoon verdikt zijn, waardoor die niet goed daarlangs glijdt. En dan kun je dat weer een beetje ruimer maken. Dit is eventjes over de peesscheuren van de peroneus. Als je een scheur hebt, als hij niet symptomatisch is, hoef je er natuurlijk ook niks aan te doen. Dat is makkelijk. Als hij wel symptomatisch is, kan je proberen om dat middels proprioceptisch training, brace, rust, al die zaken proberen te behandelen. Als dat goed gaat, is het mooi. Als het niet goed gaat, dan zul je toch op een gegeven moment moeten opereren. Waarbij je natuurlijk weer goed kijkt naar de stand van de voet. Is er iets wat de genezing ook tegenhoudt, een pescavus? Is de pees nog te repareren? Kun je hem hechten? Of is die niet meer te hechten? Dat hangt af van de grootte van de scheur en waar de scheur zich bevindt. Lengtescheuren die aan de rand komen, die kun je vaak gewoon een beetje het rafelige gedeelte eraf halen. Soms als ze allebei kapot zijn, de pezen, zowel de peroneus brevis als de longus, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Want er zijn twee van je actieve stabilisatoren, doen het niet meer. En dan zul je toch een andere pees eigenlijk ervoor in de plaats moeten zetten. Waarbij je bijvoorbeeld de flexor hallucis longus kan gebruiken. Dan de tibialis posterior, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. En het springligament, wat ik eigenlijk al zei, het is een cascade van dingen die er steeds verder uitrekken of scheuren. Dit is een MRI-plaatje, het is eigenlijk heel mooi, want vaak kun je dat springligament wat hier zit eigenlijk niet zo mooi beoordelen. Hier is het duidelijk verdikt en wat gescheurd. We zien hier de calcaneus even voor de oriëntatie en hier het talonavaculaire gewricht. Hier zien we prachtig mooi de neurovasculaire bundel die daarachter loopt. En hier weten we dat hier, dit is de aanhechting, dat gele pijltje van de tibialis posterior. Je ziet hier eigenlijk heel goed dat de steunpilaar benig eigenlijk hier zit. En dat alle krachten eigenlijk hier aan de binnenzijde zitten. En als dit dus niet meer werkt, zal die voet steeds verder naar binnen zakken. En uiiteindelijk leidt het ook tot eigenlijk een subluxatie van het talonavaculaire gewricht. En ook het subtalaire gewricht kan als het ware ontwrichten. En kan er uiteindelijk leiden tot een stugge platvoet die je eigenlijk alleen nog maar operatief kan opereren met een artrose. Dus als je dat in een voorstadium kan voorkomen, zou dat fijn zijn. En vaak is er dus maar gering trauma nodig, omdat er al degeneratie is van pees en of springligament. Klachten aan de achterzijde van de enkel, dat hebben we dan eigenlijk bij een hyperplantair flexietrauma. Dan kun je daar, wat we veel zien, is impingement klachten. Impingement gewoon alleen op basis van weken delen, synovitis. Maar wat we natuurlijk veel zien is een ostrigonum. Komt heel vaak voor, een ostrigonum. We zien ook wel eens dat het posterior deel van de talus heel prominent is. Een processus tieda heet dat. En dat kan soms breken als je een geforceerd letsel, hyperplantair letsel hebt. En dat botje kan dan een beetje bewegen aan de achterzijde van het onderste en bovenste gespricht. Het zit er eigenlijk een beetje tussenin en klachten geven. Ook de flexor hallucis longus die er langs loopt kan klachten geven. Zullen we zo nog een plaatje van zien. En er is natuurlijk soms bandletsel van die posteriore structuren. Hier zie je eigenlijk heel mooi hoe die lopen. En zelfs op een MRI kun je die soms eigenlijk heel erg mooi terugzien als ze heel zijn natuurlijk. Dit noemen we dan de FHL, flexor hallucis longus impingement klachten. Hier zien we een transversale opname waarbij het zwarte de flexor hallucis longus is met daaromheen vocht. En dat vocht laat zien dat er irritatie zit rond die pees. En hier zien we een coronale opname waarbij we hier weer de pees zien. Dit is de talus. En hier zien we weer vocht rondom die pees. Dit zien we veel bij dansers of dus bij een hyperplantair flexie, wat natuurlijk bij allerlei sporten kan optreden. Dit is een kijkoperatieplaatje waarbij we hier eigenlijk het onderste spronggewricht zien. Hierboven komt het bovenste spronggewricht. Dit is die pees. En we kijken natuurlijk heel erg naar de tunnel waar die pees doorheen moet lopen of die vrij is. Nou, in dit geval is die pees inmiddels schoongemaakt, of die tunnel is in ieder geval schoongemaakt, zodat deze weer vrij kan glijden in dat gootje.
Bij deze patiënt was een vrij jonge patiënt. Zie je ook dat er nog een kleine beschadiging is eigenlijk opgetreden. Of traumatisch of door het littekenweefsel aan die pees. Het is een jonge patiënt, dit hoef je niet te hechten, maar kan dus wel wat langer herstel geven. Hier zien we nog een keer dat ostrigonum voorkomen. 30% van de mensen heeft zo'n botje. Geeft meestal geen klachten totdat er natuurlijk iets gebeurt. En dat kan of overbelasting zijn, zoals bij dansers. Maar of het is traumatisch bij een hyperplantair letsel of bepaalde eversieletsels, kan het ook wel eens optreden. Hier zien we duidelijk op de MRI dat het bot eudemateus is. Het is witter dan het hoort te zijn, wat aangeeft dat er iets mee gebeurd is. En hier zie je eigenlijk waarom het een notenkrakerssyndroom heet. Je ziet hier dat dit kleine botje als het ware gekraakt wordt tussen de tibia en de calcaneus. En je kan je ook voorstellen dat dat daar niet lekker zit en dat dat daar klachten geeft. Dit kunnen we heel goed oplossen met een kijkoperatie. In eerste instantie probeer je dit soort dingen natuurlijk ook conservatief te behandelen, want sommige klachten gaan ook gewoon weer over. Maar als dat niet zo is, dan is een operatie een goede optie waarbij het botje gewoon eventjes helemaal weghaalt. Even een vraag tussendoor. Ja. Wat is je mening over de inzet van zo'n XLL-brace bij chronische instabiliteit bij sporters, als die veelvuldig zeg maar zweetneigingen hebben? Ja, de vraag is of wat mijn mening is over de XOL-brace bij chronische instabiliteit. Wat ik begrijp is dat het heel prettig werkt. Het is natuurlijk wel iets waarbij je de schoen moet aanpassen. Maar zeker bij sporters die intensief sporten, is dat een heel prettig mechanisme waarbij ze eigenlijk vrijer kunnen bewegen en toch enigszins beschermd worden. Dus dat is een mooie oplossing. Ik denk dat voor de recreatieve sporter minder interessant is. Behandeling gondraalletsels hebben we ook al eventjes voorbij zien komen. Als we een inversieletsel hebben, is het te verwachten dat het aan de mediale zijde zit. Bij andere letsels kun je het juist weer aan de buitenzijde verwachten. Inversieletsel komt vaakst voor, dus we zien ook het meeste van die kraakbeenletsels aan de mediale zijde van de enkel. Nou, hier weer prachtig mooi te zien met eudeem erop, waarbij je het kraakbeen zelf is eigenlijk maar een heel dun laagje, is maar 1-2 mm dik in de enkel. Soms kun je duidelijk zien dat er beschadigingen aan zijn, maar vaak is dat omdat het zo dun is op een MRI niet helemaal goed terug te vinden. Maar het feit dat je afwijkingen ziet aan het bot geeft indicatie dat de kraakbeen daar niet goed is. Niet altijd symptomatisch, dus je hoeft het ook niet altijd te behandelen. Ik stuur mensen ook wel eens naar onze sportarts om toch te kijken of de stabiliteit op een andere manier verbeterd kan worden, waardoor het kraakbeen toch minder wordt belast en mensen eigenlijk niet altijd klachten hoeven te hebben. Als we het even vergelijken met bijvoorbeeld een knie, zien we natuurlijk ook heel vaak kraakbeenletsels en die zijn best wel goed te behandelen. Is er toch iets van los kraakbeen, dan blijft het klachten geven en dan moet je er wel wat aan doen. Afhankelijk een beetje van de leeftijd. Hè. Als mensen boven de 50 zijn, dan zou ik er heel terughoudend mee zijn. Wat belangrijk is natuurlijk om mensen mee te geven dat het traject, het nabehandelingstraject, gewoon heel lang duurt. 1 tot 1,5 jaar. Mensen geven eigenlijk pijn diep in het gewricht aan, kunnen het eigenlijk niet goed aanwijzen. Dus bij het onderzoek niet ook altijd terug te vinden als je erop duwt, hoeven ze geen pijn aan te geven. Terwijl ze dat wel duidelijk ervaren op het moment dat ze belasten. Injectie kan je proberen, dat is ook een beetje afhankelijk van wat iemand doet, voor sport, voor werk, wat de wensen zijn. En soms zie je dat dan een enkel toch weer rustig wordt. En soms wordt het kraakbeen een defect als het ware een beetje gepolijst, zoals we dat natuurlijk ook heel veel in andere gewrichten zien. Maar als dat niet zo is, dan is een arthroscopie een goede optie, waarbij het kraakbeen wat los ligt verwijderd en waarbij het bot opboort, een microfracturering, om de kraakbeencellen eigenlijk weer te stimuleren. Wordt natuurlijk nooit zo mooi als het was, maar dat geeft in ieder geval weer een beetje een stabiel glijvlak, zodat het jaren weer eigenlijk mee kan. Extra botjes, die zijn ook wel interessant. Die worden op de eerste hulp nog wel eens aangezien voor fracturen, terwijl dat eigenlijk niet zijn. Nou zijn deze vrij groot en denk ik wel vrij duidelijk om te zien dat dat waarschijnlijk geen fractuur is, maar soms zijn ze wat kleiner. Dit is een ostibiale externum, dat zit altijd bij het navicularen. En dan heb je eigenlijk verschillende types. Je hebt het botje wat echt wel echt wel los zit van het ostnavicularen. En je hebt het graad 2, die zit eigenlijk echt er tegenaan.
En je hebt een graad 3 waarbij het al geen los botje meer is, maar waarbij het gefuseerd is aan het os naviculare. Die mensen kunnen wel echt een prominente uitstulping hebben aan de mediale zijde, waarvan ze zich afvragen van hoort dat? Nee, dat is dan eigenlijk normaal. De tibialis posterior zit hieraan vast. Dus als je dit wil behandelen, moet je altijd goed nadenken hoe je dat doet. Is het botje klein, kun je het gewoon eigenlijk vrij eenvoudig verwijderen. Is het botje groter, dan kan het zo zijn dat de pees vrij los komt te liggen. Dus die zul je dan toch moeten herstellen. Maar wat dan ook vaak mogelijk is, is dat je het botje probeert gewoon weer vast te maken middels een schroef aan het os naviculare. Ook hier is weer belangrijk om de leeftijd mee te nemen. Zijn mensen ouder, kunnen ze dit ook oplopen? Vaak is er dan een klein trauma aan de hand geweest, een kleine verzwikking. En dan moet je weer natuurlijk rekening houden met een degeneratie van de pees, scheefstand van de enkel, etc. Komt bij 6% van de mensen voor. Als symptomatisch blijft, ondanks bijvoorbeeld een steunzool, rust... En dergelijke. En dan kan je dus overwegen om het weg te halen of vast te zetten, afhankelijk van de grootte van het botje. Andere botjes hebben we ook aan de buitenzijde zitten. Dat is het os peroneum. Dat komt wat vaker voor, 5-30% bij de normale voeten. En als mensen het hebben, dan hebben ze het vaak ook aan de andere kant. Hier zit de peroneus longus eigenlijk aan vast. Die loopt hier langs. Alle sesambotjes zijn eigenlijk een soort verbeteraars van hefbomenmechanisme. Geeft het eigenlijk om de kracht van de pees wat te verbeteren. Deze kan verschillende vormen hebben. Hij kan groot zijn. Hij kan wat platter zijn. Soms is het echt maar een minuscuul dingetje. Soms kan er een breukje in optreden in zo'n botje. Ook hier geldt weer dat in principe is de behandeling conservatief. Maar blijven mensen echt lokaal op dat botje pijn houden, dan kun je overwegen om het eruit te halen. Moet je wel rekening mee houden dat je dan de peroneus longus duidelijk verzwakt. En dat je dus daar of een gips voor geeft of weer hecht. En soms als je het openmaakt is die peroneus longus ook al gescheurd. Dus het is ook geen avulsieletsel, maar dat is dus gewoon een botje wat daar hoort. Andere ding is, is dit botje. Dat wordt ook vaak aangezien voor een avulsie. In dit geval is hij vrij groot. Dus zullen mensen toch misschien denken dat het niet zo zijn. Soms is dat echt kleiner. En dit is een os supranaviculare. Dat komt bij 1% van de bevolking voor. Op het moment dat mensen vaak een hyperplantair flexieletsel hebben. Waarbij eigenlijk het ligament hier bovenop scheurt, dan kun je dit soort avulsiefracturen krijgen. Maar je moet dus bedacht zijn dat dit ook gewoon een botje kan zijn wat er gewoon hoort te liggen. Toch kan dit ook symptomatisch worden door bijvoorbeeld een trauma. En ook dan kan het zin hebben om het botje te verwijderen. Overige dingen, neuropraxie, daar zullen we wat over hebben. CRPS, dat is denk ik voor de meesten heel erg bekend, dus dat heb ik niet opgenomen. En een frozen shoulder wil ik eigenlijk gewoon eventjes noemen. Dat is een vrij onbekend beeld. De neuropraxie. Ongeveer 15% van de mensen met een graad 2-3 enkel distorsie krijgt er eigenlijk last van. Merendeel gaat gelukkig over. Je ziet dat ze bij een EMG-studie tot wel 85% afwijkingen zien bij een graad 3. Dus er is iets om wel rekening mee te houden. Het verklaart natuurlijk wel een beetje de pijn die mensen soms langdurig houden. Oorzaak is gewoon het overrekken, de tractie van de zenuw. Maar het kan ook zijn dat er direct letsel komt op de zenuw. Of dat er door bloeding en zwelling druk komt op die zenuw, waardoor die irriteert. En gewoon het instabiel zijn van een enkel, dus telkens weer kleine zwikjes, geeft ook eigenlijk telkens weer rek op die zenuw. Als we hier eventjes kijken, zien we hier prachtig eigenlijk de laterale zijde van de enkel. Zien we hier heel erg mooi de nervus uralis lopen. Die vaak geïrriteerd is na dit soort enkelbandletsels. En ook hier zie je prachtig de zenuw lopen aan de buitenzijde van de enkel. En kan je je voorstellen als je een inversieletsel hebt, dat die zenuw oprekt. Wat doen we er dan aan? Gewoon eigenlijk wat we met een enkeldistorsie doen. Rise, immobiliseren voor de nacht. Dus voorkomen eigenlijk dat die plantarflexie inversie, dus dat je die rek van die zenuw eigenlijk afhaalt. Op het moment dat we 's nachts liggen en de voet naar beneden hangt, dan is dat heel vervelend voor die zenuw. Lokale NSAID's, eventueel een corticosteroïde-injectie. En ik stuur heel vaak mensen als ze aanhoudend klachten hebben in dat gebied, stuur ik ze eigenlijk naar de pijnpolie. Je kan het behandelen medicamenteus, maar onze pijnpolie geeft heel vaak radiofrequency puls zeg maar, bij die zenuw. En dat kan heel goed helpen. En als het helemaal niet overgaat en je echt het gevoel hebt van een soort entrapment van de zenuw, kun je ook overwegen om het door te sturen naar een neurochirurg, zodat die de zenuw eigenlijk weer vrijmaakt.
Dan de frozen ankle. Bij een frozen shoulder, dat wordt natuurlijk heel vaak gezien. Kan ook spontaan optreden, de frozen shoulder. En zien we vaker bij mensen met suikerziekte, vasculaire problemen. Een frozen ankle kan je spontaan, zou het spontaan kunnen optreden. Het komt al heel weinig voor, maar het is eigenlijk meestal na een trauma. Ook daarbij is wel een relatie met diabetes en vasculaire problemen, maar die is niet zo sterk als bij een frozen shoulder. Klachten zijn eigenlijk heel vergelijkbaar. Na een trauma gewoon eigenlijk een hele stijve enkel. Pijn, zwelling, verminderde functie. Injectie gaat vaak moeilijk, omdat het eigenlijk verdikt is allemaal. Er is weinig gewrichtsvloeistof. Dat kun je dan weer terugzien op een MRI. Ja, daarbij kun je soms zien, niet altijd even duidelijk, dat het kapsel verdikt is en er verminderd vocht zit in het enkelgewricht, zowel boven als onder. Hè. Daar is een connectie tussen. Hier zien we eigenlijk een gezonde enkel, waarbij we dus hier een beetje vocht zien, achterin een beetje vocht zien. En dat zijn eigenlijk normale hoeveelheden. Dit is natuurlijk niet het mooiste plaatje wat ik kon vinden, maar het geeft wel aan dat je hier eigenlijk helemaal geen vocht meer ziet. En dat zou kunnen duiden op een frozen enkel. Frozen enkel moet je eigenlijk altijd wel een MRI maken. Je moet ook wel uitsluiten dat er niet andere dingen aan de hand zijn. Laatst toevallig een patiënt met een fractuur van de talus en die heel lang stijfheid heeft gehouden en nu eindelijk een beetje aan het ontdooien is. Ook hier is behandeling, fysiotherapie, manuele therapie eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een frozen shoulder. Als het heel erg lang aanhoudt, dan kun je natuurlijk overwegen om een scopische release te doen, waarbij je eigenlijk het verdikte weefsel weghaalt. Ik zelf doe dat niet voor een jaar na trauma. Je wil eerst dat echt alles tot rust, het lichaam tot rust gekomen is. De take-home matches, daar zijn we aangekomen. Alle enkelletsels, komt heel veel voor. Meestal kunnen we het gelukkig conservatief behandelen. Maar er zijn toch bij redelijk wat mensen restklachten die ook wel acceptabel kunnen zijn. En weet dat chronische instabiliteit kan leiden tot artrose. Insturen bij klachten langer dan 3 maanden na een adequate behandeling. En als er echt een abnormaal beloop is. Dank voor de aandacht. Ik weet niet of er op dit moment nog vragen binnenkomen via de chat. Nou, er is dus nog wel een vraag, met name over de syndesmose. En dat is eigenlijk van of het bekend is wanneer een syndesmose letsel met een orthopedische interventie een beter resultaat zou hebben dan conservatief. Wanneer is die afweging? Ja, de syndesmosebehandeling, wanneer je het operatief of conservatief moet behandelen, blijft natuurlijk lastig. Op papier is het heel makkelijk. Als het instabiel is, moet je het opereren. Als het niet instabiel is, kun je het conservatief behandelen. Het enige wat je nog zou kunnen doen is dan een nettoyage met een kijkoperatie. Maar dan hoef je niet de syndesmose zelf te herstellen. Ja, en waar die grens ligt, hè, op het moment dat we eigenlijk op een MRI vinden dat die fibula er goed in zit, we geen verwijding zien in dat traject, kun je het in die zin de syndesmose zelf conservatief behandelen. En klinisch voor de fysiotherapeut, wanneer dat hij dan moet zeggen van, hey, ik ga toch... Ja, op het moment dat er klachten zijn langer dan 3 maanden, zou ik, en er blijft een zwelling over die syndesmose, het moet natuurlijk wel lokale drukpijn zijn ter hoogte van die syndesmose. Dan kun je natuurlijk altijd overwegen om een MRI te laten maken, waarbij je even in beeld kan brengen hoe verdikt is het, hoe is die stand, waarbij we ook een foto zullen maken om te kijken of er niet een verbreding is. En soms kun je met een kijkoperatie het niet alleen schoonmaken, maar ook even testen wat die stabiliteit is van die syndesmose. Waarbij je eigenlijk kijkt, als er syndesmoseletsel is, kun je eigenlijk makkelijker in de ruimte tussen de mediale malleolus en de tibia komen. En als dat zo is, moet je wel bedacht zijn dat die syndesmose toch niet sterk genoeg is. En dan heb je wel weer een aanwijzing om bijvoorbeeld een tightrope te plaatsen. Nog een vraag, die komt zojuist binnen. Welke implicaties heeft een schroef naar syndesmose voor revalidatie? Is een bewegingsbeperking te verwachten en wordt deze standaard wel of niet verwijderd? Een schroef wordt eigenlijk verwijderd. Dat touwtje hoef je eigenlijk niet te verwijderen. Dat zal vanzelf wel scheuren uiteindelijk. Het zijn sterke touwtjes, maar uiteindelijk zal het wel scheuren. Maar daar hoef je dus niet opnieuw een operatie aan te doen. De schroef moet eigenlijk verwijderd worden. Vroeger lieten ze dat ook wel zitten en dan brak die. Of dat ideaal is, weet ik niet. Als mensen echt chronisch letsel hebben waarbij het moet uitruimen, dan kan je ook wel eens overwegen om die syndesmose helemaal vast te zetten. En te zorgen dat eigenlijk een soort arthrodese van dat stukje van het gewricht. Mocht er nog vragen komen, dan kunt u ze altijd nog eventjes mailen naar het mailadres wat hierop staat. En dan kunnen we ze altijd op een later moment nog beantwoorden. Dank voor de aandacht.